Een vervalkromme geeft aan hoeveel van de oorspronkelijke hoeveelheid deeltjes van een instabiele stof je na verloop van tijd nog over hebt. En een vervalkromme is vooral handig omdat je twee grootheden kunt herleiden uit zo'n vervalkromme. En die gaan we allebei oefenen in deze opgave die bestaat uit twee vragen. En de eerste vraag is: bepaal de activiteit op tijdsep t is 0 jaar. En aan het woord bepaal kun je al zien dat we iets moeten gaan doen in de grafiek. En om van het aantal deeltjes naar de activiteit te gaan, is eigenlijk uh, een makkelijke uh, truc voorhanden. En die truc is de volgende, dat je een raaklijn trekt aan de grafieklijn op het, punt waar, uh, op het, op het tijdstip waarin je geïnteresseerd bent. En de stijlheid van die raaklijn die is gelijk aan de activiteit. Is niet helemaal waar trouwens, want als je een raaklijn zou tekenen aan een vervalkromme, dan krijg je altijd aflopende lijnen, dus altijd negatieve stijlheden, terwijl de activiteit juist altijd positief is. En daarom, dat we het volgende gaan doen: we bepalen de stijlheid van de lijn, daar komt een negatief getal uit, maar het minnetje dat laten we vervolgens vervallen, zodat we toch altijd een positieve activiteit krijgen. In deze vraag moeten we op tijd sub t is 0 een raaklijn tekenen. Nou, dat doe je met je geodriehoek. En dat doe je altijd op het oog. En je doet het zo goed mogelijk. Dus je gaat een lijn trekken die op tijd t is 0... dezelfde richting heeft als de grafieklijn. Doe het zo goed mogelijk. En dat wil niet zeggen dat je het altijd heel precies kunt doen. Je mag er een klein beetje vanaf zitten. En dit is de lijn die ik heb gefabriceerd. Ik eh, trek de raaklijn en ik ga vervolgens... Aflezen welke waarden er horen bij deze raaklijn, want deze raaklijn snijdt mijn grafiek op twee plekken: op de x-as bij 12,6 jaar en op de y-as bij ongeveer 5,3 x 10 tot de macht 8 deeltjes. Geef het ook duidelijk aan. Laat duidelijk zien in je grafiek of in de uitleg bij de vraag welke waarden je hebt afgelezen. Vervolgens gaan we de stijlheid bepalen van deze. Uh, raaklijn en de stijlheid is eigenlijk wiskundig gezien altijd het verschil in de I-richting gedeeld door de verschil in de X-richting. Nou heb ik in de I-richting heb ik uh, ga ik eigenlijk 5,3 x 10 tot macht 8 naar beneden dus eigenlijk is dat een negatief getal en in de X-richting heb ik uh, 12,6 jaar maar dan moet je wel oppassen want ik moet natuurlijk wel het getalletje in seconden invullen dus ik moet eventjes uitrekenen Hoeveel seconden er in eh, één jaar zitten en dat vermenigvuldigen met 12,6. Nou, dat eh, seconden in één jaar staat tussen haakjes onder de, onder de, in, de, in de noemer. En eh, wat ik vervolgens ook nog even ga doen is dat minnetje in de teller. Eh, die laat ik vervallen zodat er een positief getal uitkomt. En dan kom ik uit op 1,3 BKRL. Nou, ik ga even checken of ik gedaan heb wat gedaan moet worden. Ik heb een activiteit eh, berekend. Dus ik kan er een streep onder zetten. Ik heb de eenheid achtergezet, dus Bekerel. En ik heb ook nog eens rekening gehouden met significante cijfers. Want het aflezen in de grafiek, dat gaat zeker op de i-as, maar op twee cijfers nauwkeurig. En dan mag mijn antwoord ook maar in twee cijfers nauwkeurig gegeven zijn. Twee cijfers significant. Vraag 2 gaat over de volgende situatie. Ik heb weer dezelfde vervalkrommen, maar nu is de vraag: bepaal aan de hand van de vervalkrongen, de halfwaardetijd, oftewel de halveringstijd, van deze isotoop, van deze stof. En uh, ja, wat was ook weer de halveringstijd? nou De halfwaardetijd is de tijd die het duurt om precies van een bepaalde waarde naar de helft van die waarde uh, te gaan in de grafiek. Dus de, half, de hoeveelheid moet gehalveerd worden. Nu zit er een klein addertje onder het gras en dat kleine addertje dat uh, is de volgende. Uh, Wanneer je meer dan één halfwaardetijd kunt aflezen in je grafiek, dan moet je dat ook doen. Want dat leidt dan altijd tot nauwkeurigere waarden dan wanneer je maar één halfwaardetijd uh, gaat aflezen in de grafiek. En uh, pak je er maar eentje, dan kost je dat dus een punt. En dat is zonde. Uh, even als voorbeeld in deze vervalkrommen: ik ga de halfwaardetijd bepalen. Ik ga dus kijken wanneer ik de helft over heb van uh, mijn beginwaarde. Ik zeg beginwaarde, het hoeft, je hoeft niet de beginwaarde te pakken, je kunt ook een uh, willekeurige andere waarde pakken. Je kunt ook kijken bijvoorbeeld hoe lang het duurt om van 4 naar 2 te gaan, of van 3 naar 1,5, dat maakt niet zoveel uit. Ik pak gewoon de beginwaarde. Die beginwaarde is uh, 5,3 x 10 tot de macht 8 deeltjes. De helft daarvan is uh, afgerond 2,7 x 10 tot macht 8 deeltjes. Maar, ik kan nogal meer in deze uh, verval krommen. ik zou ook nog wel de helft van 2,7 af kunnen lezen. En dat is afgerond 1,3 maar 10 tot macht 8 deeltjes. Hier de helft van, eh, dan kom je uit op 0,67 afgerond. Ja, en dan zie je dat je dat in deze grafiek eigenlijk niet goed kunt aflezen. Want eh, de grafieklijn die loopt eigenlijk niet door tot 0,67. Dus eh, maximaal twee halve tijden kan ik hierin wel aflezen, maar niet meer. Ja, nu ga ik dat ook doen. En dat ga ik als volgt doen. Ik ga twee halve, halve tijden aflezen. Ik wil kijken naar hoeveel tijd ik nog 1,3 x 10 macht 8 deeltjes over heb in mijn grafiek. En dat doe ik. Ik laat natuurlijk heel goed zien wat ik heb gedaan. Uh, wat, wat ik aan het doen ben, zo moet ik het zeggen, in mijn vervalkromme. Dus ik, dat doe ik door een lijn te trekken, te stippelen, want het is een hulplijn. Ter hoogte van 1,3 x 10 tot macht 8. Ga ik mijn geodriek weer voor gebruiken. Dit is de stippellijn en die stippellijn snijdt mijn grafieklijn. En op het punt waar die de grafieklijn snijdt ga ik ook nog eens een keer met de geodriek zo netjes mogelijk, zo precies mogelijk een verticaal lijntje trekken. En vervolgens kan ik aflezen bij welke waarde de verticale lijn de x-as snijdt. Nou, dat is bij 18,0 jaar. Nu rest nog alleen een vrij simpele berekening. Ik heb afgelezen dat twee keer de halfwaardetijd 18,0 jaar is. Dan is één keer de halfwaardetijd 9,0 jaar. Ik geef antwoord op de vraag. Ik heb een uh, tijd. Ik heb uh, de eenheid erachter gezet. Uh, de eenheid is in dit geval jaar. Dat hoeft niet in secondes. Uh, dus ik mag nu kiezen. Ik kies gewoon een uh, jaar als eenheid. Tweede streep eronder. En de significantie. Ja, op de IAS lees ik weer op twee cijfers significant af. Mijn antwoord in twee cijfers is ook prima.